Eddy Merckx onthult zijn nieuwe fiets, de Eddy 70. Een stijlvolle koersfiets in wit en rood, speciaal ontworpen voor Merckx zijn 70ste verjaardag. Een perfect cadeau, vindt hij. Absoluut. Een fiets is heel mijn leven geweest. Dus het is het mooiste verjaardag geschenk dat ik kan krijgen, dat is een fiets. En het is niet zomaar een fiets. Er worden er maar 70 van gemaakt en je betaalt er maar liefst 14.000 euro voor. De fiets is gemaakt uit staal, maar is wel vederlicht. Ja, absoluut, omdat een stalen fiets normaal toch iets zwaarder weegt. Als je denkt dat met een fiets dat ik wereldkampioen geworden ben in Saint-Ange, 11 kilo 400 woog. En nu deze fiets weegt dik 7 kilo, dus dat is een heel groot verschil. Merckx won met zijn stalen fiets maar liefst 525 koersen. Hij wilde werkelijk alles winnen. De kannibaal was ook maniakaal met de techniek van zijn fiets bezig. En ook nu volgde hij de ontwikkeling van de Eddy 70 op de voet. Ja, ik ben geweest dat ze aan het bouwen waren en gecontroleerd de hoeken. We zien als zoals vroeger in mijn bedrijf. Ja, ik ben natuurlijk mee zo handig. Vroeger was ik meer in mijn garage, denk ik, als in mijn salon. Merckx werd de grootste Belgische renner aller tijden. In juni wordt hij 70, maar ook nu zit hij nog regelmatig op de fiets. Ja, ik fiets nog regelmatig. Ik heb zondag gefietst, ik heb vandaag gefietst. Het moet natuurlijk goed weer zijn. Hè. Het mag wat koud zijn en zo, maar in de regen en in sneeuw, dat is verleden tijd. Dat heb ik genoeg gedaan. Maar ik ben toch altijd, nu nog altijd met de fiets bezig en het is een passie. Ik ben geboren met die passie met een buik en ik denk ik zal me sterven met de passie ook.